De rechtbank Overijssel heeft vandaag de stichting Suvernuver en haar bestuurder veroordeeld voor de opiumwet en de geneesmiddelenwet. Voor de opiumwet, dat werd ook eigenlijk niet betwist dat ze die zouden hebben overtreden. Zij kregen resten van wiettoppen kregen ze aangereikt door allerlei wiettelers in de omgeving. Daar trokken zij vervolgens nog weer wietolie uit en dat is verwerken van wiet en dat is strafbaar bij de opiumwet. Het probleem zat er meer in de geneesmiddelenwet. Werd die nou overtreden? Toen heeft de rechtbank moeten kijken, is dit een geneesmiddel? En uiteindelijk komen ze tot de conclusie dat het wel een geneesmiddel is, deze wietolie. De rechtbank die neemt het kwalijk, de stichting, dat ze zich niet aan de regels van de geneesmiddelenwet en de daaruit voortvloeiende regelgeving hebben gehouden. Die geneesmiddelenwet die is er om de volksgezondheid te beschermen. Als iemand een geneesmiddel wil produceren, dan moet dat volgens allerlei strikte regels, zodat de volksgezondheid niet in het gevaar komt. En hier kon de stichting dat eigenlijk niet garanderen, omdat ze van willekeurige mensen die wiet aan het telen waren geweest, de afvalresten eigenlijk kregen als hun grondproduct, waar zij dan weer dus de wietolie uittrokken. Dan moet de rechtbank beslissen, gaan we een straf opleggen, ja of nee? En ze hebben besloten daar geen straf op te leggen. Ze hebben aan de ene kant gekeken naar de ernst van het feit, dat valt wel een beetje mee. En aan de andere kant naar de reden waarom deze stichting dit deed. En de stichting die is er echt niet rijker van geworden, de bestuurder ook niet. Ze deden dit om de mensen die bij de stichting waren aangesloten te voorzien van wietolie. Omdat die mensen zeiden, daar hebben we echt baat bij. Dat werd voor een redelijke prijs werd dat aangeboden. En hebben in die zin maatschappelijke betrokkenheid getoond. En ze zijn niet voor eigen gewin gegaan. En dat alles afwegende zegt de rechtbank, het is wel strafbaar, maar u krijgt geen straf.